Dit seizoen gaan we van Thermic, dat is een onderdeel van Sidas, de food company, een nieuwe schoenendroger uitproberen. Het is een iets luxer model dan de USB dryer. Dit keer is het de antibacterial dryer voor boots en shoes. Nou, boots en shoes komt prima uit, want met wintersport heb je nogal wat boots en shoes. En deze is goed voor niet alleen je skischoenen of snowboardschoenen, maar ook voor je gewone wandelschoenen, sportschoenen. Alles wat met schoenen te maken heeft, kan je hiermee laten opdrogen. Nog niet nu, want we gaan eerst skiën, maar straks na het skiën gaan we hem uitproberen. Wanneer je de Thermic Refresher uit de doos hebt gehaald, dan vind je een handige bewaarzak. Zo kun je hem comfortabel en gemakkelijk meenemen naar elke activiteit. Of het nou een wintersportactiviteit is of een andere activiteit. Zodra jij een schoenendroger nodig hebt, haal je hem uit de zak. Je kan hem ontzettend eenvoudig openen en op de lengte van je schoen afstellen. Door middels de knoppen aan de voorkant kun je hem met de blauwe knop aanzetten. Als je nog een keer op de blauwe knop drukt, gaat hij 1 uur, nog een keer 3 uur of nog een keer 6 uur jouw schoen verwarmen en droog maken. En that's it. Meer is het niet. Zodra je klaar bent, schuif je hem weer in. Klap je hem weer in. Gaat hij in je bewaarzak. En heb je droge schoenen. Ideaal. Thermic Refresher zorgt er niet alleen voor dat je schoenen droger worden, hij heeft ook een antibacteriële werking. Wel zo fris, de ziektekiemen en de bacteriën krijgen geen kans en de geurtjes worden tot het minimum beperkt. Wat wij ideaal vinden aan deze Thermic Refresher is dat je er alle type schoenen mee kunt drogen. Niet alleen je skischoenen of je snowboardschoenen, maar ook bijvoorbeeld je boots nadat je bent gaan rodelen, je handschoenen, je hardloopschoenen thuis of je voetbalschoenen. Elk type schoen past deze refresher in en zorgt voor een warme, droge schoen al na een paar uur. Refresher is niet alleen super handig op je hotelkamer of in je appartement. Wij gebruiken hem bijvoorbeeld veel tijdens het reizen. Wanneer we teruggaan naar Nederland na een skidag of we gaan naar het volgende skigebied. Of je hotel is weer wat verder weg en je schoenen zijn erg nat. Dan sluiten we hem alvast aan op de USB-aansluiting van je auto. En dan komen de schoenen een heel stuk warmer en een heel stuk droger weer terug de auto uit. Vergeet niet altijd je schoenen natuurlijk eerst wel even met bijvoorbeeld een stoffer van de stoffer en blik af te nemen. Want hoe droger je schoen, hoe minder hard de refresher hoeft te werken. Je vindt de Thermic Refresher voor ongeveer 80 euro online bij je wintersport speciaalzaak of in de sportwinkel. Wanneer je beseft dat de levensduur van je schoen hiermee wordt verlengd, is dit een prima investering.